Indiaanse stad Mumbai heerst er chaos na de terreuraanslagen van gisteren. Een van de doelwitten, een hotel, staat nog altijd in brand. Daar worden volgens sommige bronnen ook nog 20 tot 30 buitenlanders gegijzeld. Het aantal doden is intussen opgelopen tot meer dan 100. Goedenavond. De Indiaanse politie heeft al meer dan 10 daders doodgeschoten en 9 verdachten opgepakt. De terroristen behoren tot de Deccan Mujahideen, een tot nog toe onbekende islamitische groep. Ze viseerden vooral Amerikanen, Britten en Israëliërs. Het 5-sterrenhotel Taj Mahal in India, waar een paar weken geleden nog onze koning logeerde. Rond 11 uur plaatselijke tijd gisterenavond zijn een tiental zwaar gewapende mannen de lobby binnengestormd. Ze openden meteen het vuur. De hele nacht zijn hier toeristen gegijzeld. Er zaten ook een 100-tal mensen vast in hun kamer. Op hetzelfde moment gebeurt hetzelfde in een ander 5-sterrenhotel. Daar gaat de gijzeling ook vandaag nog lang verder. De daders zouden moslimterroristen zijn en noemen zichzelf de Deccan Mujahideen. Say anyone who had a British or American passport, they wanted to know. So I guess they were after foreigners, yeah? I guess. Ook in en rond een druk treinstation brak paniek uit, net als op nog zeker 4 andere plaatsen. Overal waren schoten en ontploffingen te horen. Er zouden al minstens 100 doden en 300 gewonden gevallen zijn. De terroristen zouden van Pakistan afkomstig zijn, maar het land zelf ontkent dat. 7 Belgen, toeristen en zakenlui waren in een van de getroffen hotels op het moment van de aanslagen. Sommigen zaten daar een tijd lang vast, maar niemand raakte gewond. Bram Kalles. We konden contact leggen met een Belgisch koppel dat op het moment van de aanslag in het Oberoi Hotel logeerde. Il y a eu deux énormes explosions, mais qui s'entendaient de très loin. L'une minute après, ça a été précédé de une explosion et puis une deuxième vraiment très violente à l'hôtel. On a tout de suite quitté la chambre, on s'est dirigé vers la sortie de secours. Zakenman Walter Hens zat in een restaurant van de Oberoi te eten toen ze schoten hoorden. Een van de obers is buiten gelopen, ze was sneller terug binnen dan buiten. Was op dat ogenblik in zijn avond is geraakt. Wij zijn dan met ongeveer 20 gasten de keuken ingedreven. Ook in de Taj Mahal verbleven verschillende landgenoten. Sommigen zaten urenlang vast in een hotelkamer, maar ze zijn intussen allemaal bevrijd. De Belgen worden opgevangen door onze consul. Enkele Belgen deze nacht verbleven bij hen. Anderen verblijven gewoon in een hotel. Sommige hotels is er geen veiligheidsprobleem. De betrokkenen kunnen vanavond misschien al terugvliegen naar Brussel. Wie ongerust is over familieleden of advies wil over een reis naar India, kan terecht bij Buitenlandse Zaken. En dat is op het nummer 02-501-4001. De regering in Thailand.